Ik denk dat in het geval van Vrome Dreesman private equity een goede rol heeft gespeeld. Ja? Dat zeg ik niet omdat ik hier voor u sta, maar in het geval van Vrome Dreesman heeft volgens mij private equity een goede rol gespeeld. Ze hebben getracht, als ik het toereken aan private equity, hè, misschien wilt u die investeerders van Vrome Dreesman geen private equity noemen, maar in die definitie kwestie wil ik niet geraken. In het geval van Vrome Dreesman, ik denk dat private equity investeerders getracht hebben een nieuwe toekomst te blazen in Vrome Dreesman. Ik denk ook dat het, en dat was niet private equity, dat 10 jaar geleden, toen dat onroerend goed uit Vrome Dreesman werd gehaald, dat het cruciaal was. Anders had men nog 20 jaar door kunnen rommelen met die waarde van dat onroerend goed. Dus men moest de eigen broek ophouden nadat het onroerend goed eruit was. Dus ik denk dat dat ook een heel zinvol effect was in het geval van Vrome Dreesman. Maar waar ik naartoe wil, en dat het uiteindelijk geen toekomst heeft, ik denk dat de private equity betrokkenheid, waar getracht is het een toekomst te geven, bewijst dat het inderdaad goed is dat de stekker eruit getrokken werd. Maar waar ik naartoe wilde was een andere. En dat is het ingewikkelde van de discussie over werkgelegenheid als het gaat over private equity. Het feit dat er ingegrepen werd bij een Vrome Dreesman. En dat er waarschijnlijk door dat ongoed eruit 10 jaar geleden en door de handelswijze nu er uiteindelijk een streep gezet is onder Vrome Dreesman. Dat creëert mogelijkheden voor anderen. Dat creëert mogelijkheden voor anderen. Een zombiebedrijf laten bestaan is niet kosteloos voor de omgeving. Een zombiebedrijf heeft alles permanent in de uitverkoop. Wat betekent dat als gezond bedrijf? Dat betekent dat de gezonde bedrijven last van hebben als er een zombiebedrijf blijft bestaan. En dat is wat de Oostenrijkse econoom Schumpeter noemde creatieve destructie. Het is nodig dat er af en toe een streep gezet wordt door iets om nieuwe dingen een kans te geven. En daar ligt een hele grote onderzoeksagenda, ook internationaal, om trachten inzichtelijk te maken of de sectoren waar private equity een grotere rol speelt, of die sectoren ook leiden tot meer nieuwe werkgelegenheid, niet in die noodzakelijkwijs in de bedrijven waar private equity actief is, maar juist in andere bedrijven in dezelfde sector, die plotseling lucht krijgen doordat er een soort disciplinering is gemaakt op die sector.